Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het weer maandag tijd voor een spiksplinter nieuwe vlog. Ja. Het wordt weer een drukke dag voor ons. Wij hebben weinig vlogs geüpload op het hoofd of op het vlogkanaal. Op het vlogkanaal, omdat ja. we druk waren met het hoofdkanaal en die diefstal van die kwads was echt, echt ellende, ja, voor ons. Maar daar hebben we al een videootje lichtelijk online gegooid, dus ja. loopt heel lichtelijk achter. Maar vandaag super drukke dag. Ja, want de vorige video hebben jullie gezien dat wij de snowphone kanon testen. Ja, dat is twee video's terug volgens mij. Is dat dan weer twee video's? Ja, want we hebben het alweer opgenomen. Geweest, ja, dus precies. Dat zijn twee video's terug ja. en daar hebben we aardig wat bestellingen van gekregen. Ja. Maar het is ook echt serieus zo'n lijp product. Het, dat is hij staat hier gewoon ook. Ja, dat is dit is hem. Ja, en weet je wat, wat ik binnenkort ga testen? Of misschien kunnen we dat vandaag wel eventjes testen, ook voor deze video. Wat gebeurt als je een Wash & Wax erin gooit? Ja, die gele. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dit is foam, dus dit is echt snow foam. Dan hup, dat doe je over je auto en dan haal je het vel los. Nou, video kan je zien, wat alles ja. uitgelegd. Maar als je een Wash & Wax eroverheen doet... Dan kan je natuurlijk ja. je auto wassen ja. zonder emmer, denk ik. Nee, want dat is nu niet goed. Maar in ieder geval, we moeten uit. We moeten even testen en precies. Nooit goed. Tenminste, tenzij je het af. Lang verhaal, maar daar hou ik jullie niet aan vast. Weet je wat ook lang is? De slinger. ja. ja. Ik zal even zo doen, want anders zie je alle adressen. De slinger. Ja, dit zijn niet eens alle bestellingen. Nee, die komen er nu aan. Ja, daar gaat hij. Oh. Oh, dat gaat niet goed. Uh-oh. De slinger. Ik 7. Zal je net zien, hè? We zijn de hele ochtend bezig. Sure. En nu doet in één keer het ding niet omdat we filmen. Maar dat zijn wel kleine tegenslagen die er ook bij zijn. Wat we ook wel eens hebben is dat PostNL. Want wij versturen dus nu met PostNL. We zitten te denken om een andere te gaan versturen. Omdat we niet heel erg tevreden zijn over de service bij hun. Wat we ook wel eens hebben is dat PostNL er dus uit ligt. En dan kan je dus gewoon geen pakketten versturen. Hoe ziek is dat? Dat je gewoon niet het systeem in kan vullen. Dus dan moeten we alles met de hand. Moeten we dan gaan opschrijven per pakket? Ja, dat is best te doen als je 10, 15 pakketten hebt. Dan ben je eventjes bezig, maar niet zo heel erg lang. Maar als je zoveel pakketten als dit hebt, dit zijn meer dan 50 stuks. Ik weet niet eens hoeveel er zijn, maar het zijn er veel meer dan 50 stuks. Maar soms hebben we ook gewoon, dan vul je het in. En dan doet in één keer de site niet alles voor niks gedaan. Gaan weg. Ja, dat gebeurt ook, ja. Opnieuw invullen. Ja, dat is echt dikke drama. Maar zoals jullie weten, het vlogkanaal draait helemaal om ons bedrijf. En hoe wij dat proberen te runnen. Vanaf begin af aan, we doen nu al 2 jaar. We nemen jullie altijd mee. Ook toen we 2, 3 pakketten hadden. Noem het maar op. Toen we begonnen aan de overkant, nieuw kantoor of een oude kantoor. Naar het nieuwe kantoor. En willen we jullie alles maar meenemen. Ook als we andere dingen gaan aanschaffen. Andere dingen gaan doen. Misschien, weet ik veel, vastgoed laten, weet ik veel. Je weet het nooit. Nemen jullie allemaal mee, zodat je het hele proces kunnen volgen. En ik denk dat het wel echt leuk en interessant is voor jullie. Maar in ieder geval, we gaan inpakken. We gaan niet alles hetzelfde laten zien. Dus we laten straks zien. Oh, we hebben iets heel belangrijks. Oh, dat ga ik wel even laten zien. Die hebben we zo meteen. Is het gefixt? Ziet er goed uit. Wat ze gaan doen. Er is een hele mooie pallet binnen. Eén? Twee pallets, maar ik weet niet of dit één bestelling is of... Meerdere, ja. Of meerdere. Het is echt zo ziek, het is echt raar te beseffen, maar vroeger bestelden we echt niet veel. We hadden één pallet per week. Nu ja. bijna gewoon, nou ik wil niet zeggen, ja, bijna wel dagelijks, om de dag. Maar wat het hele ding is, denk ik, is dat wij klanten beginnen te creëren. Ja, die terugkomen. Ja. Die zijn tevreden met het product en komen weer terug. En weer terug, en weer terug. En nog steeds dat meer is weer. Belangrijk. Het is gewoon een sneeuwbal effect. Ja. Maar uitpakken. Nou. Twee dit is wel echt flink hoor. Oh, ik hoop dat dit zijn toch gelijk twee. Is dit één bestelling? Ik weet niet of dit één bestelling is, want het is wel veel hoor dit nu. Deze was vandaag uitverkocht. De Bug and Tar, oftewel de vliegenreiniger, de insectenreiniger. Als je over de dijk heen hebt gereden, spreekt het hier al in. Los de eiwitten op met dit spul. Echt topspul. Hebben we genoeg van dus op voorraad. Och, ik ben blij hoor. En de emmers weer, waren ook allemaal op. Nou, de emmers gaan hard hè. Erom die uitkomt toch? Ja. Zoveel en kijk dan wat hier nog staat. Qua emmers. Dit loopt nog door. Naar beneden. Ja, en beseffende dat we dit ook hadden ingekocht en in een week was uitverkocht. In een week weg, ja. Ja. Nou, alles naar boven. Nou, een lift vol met emmers. Ik ga pas naar boven met de emmers, drop ja. ik die meteen, kom meteen naar ja, ik gooi dit alvast in die. Als het niet lukt, dan moet je even wachten. Oh, hij staat erin jongens. Oh, dit is zo zwaar, die spullen met dat vloeistof, dat is echt niet normaal. Maar, het eerste ladingje staat in de lift. Helemaal top. Oh. Ja, ik hoor het al, ruimte tekort. En pauze. Oh, holy moly! Ik dacht
ben de toren aan het bouwen. Nou, hier is ook een flinke toren gebouwd, maar het is echt niet normaal. Hoeveel? Luggie. Holy shit. De luggie toren. Niet normaal. Hey, raad dan wat ik hier nou in vind. Nog een luggie. Een luggie. Ja, nou, ja, jullie willen luggies, jongens. Ik heb een cadeautje. Ja, laat ze even zien. Cadeautje. Cadeautje nummer 1. Helemaal gratis en voor niets als je bestelt bij Carver's Fuel. Bij elke sample wat jullie krijgen. Want je krijgt natuurlijk die erbij, en die erbij. Hou rekening mee, we hebben er een paar honderd. Ja. Die zijn er gehaald. Ja. Dat wisten jullie al. Dus maar? De eerste paar die nu sowieso bestellen, die krijgen dan. Maar. Kijk eens. 2022. Brochure. Full color, prachtige mooie boekjes. Met alle ins en outs, tips en tricks. En noem het maar op vanuit McQuarrie's. Ja, dat is mooi. En daarmee staat alles hoe je het beste je auto kan schoonmaken. Ja. Hoe je het beste dat kan doen. En welk kijk eens, de luggies. Kijk eens, de luggies inderdaad. Die gaan instant open. Kijk jongens, hier hebben we bijvoorbeeld deze. De XL, €30. €30. Carwashforyou.nl. 21,90. Zo. Er staat nu uitverkocht, maar natuurlijk is die nu weer op. Ja, die liggen daar weer allemaal ready. Ja, maar dat is random. Maar doen we nog eentje hier ook. Scroll gewoon even hier. De watermagneet. Hier, 23. Oké, zijn we een eurotje goedkoper. Toch weer een stukje goedkoper. Hier, de Heavy Duty. Dat hebben we hier ook. Wij zijn 15,99. Normaal is die 18,99. Dat klopt. De mooie blauwe. Wij 21,30. Normaal. Oh, 30 euro. Wij zijn 21,30. Ja, ik zou deze wax pakken van 41,99. Oké, dat is dus de buitenkant auto. Dat is wax en bescherming. De wax hier, 34,99. Normaal dus €42. Och, ja, mooie foamer. Hier, deze, die is 23. Die staat op 24,99. Daar zijn we ietsjes goedkoper in. Ja, de foamer, uiteraard. De foamer. Maar dat zijn dus de prijzen. Ja, check gewoon de site, carwashforyou.nl. Dan ga je echt wel zien dat we echt wel op heel veel dingen goedkoop zijn. Hoppakee. Oh, large is wel echt een unit hoor. Zo. Kijk dan even. Hé. Dit is de medium, dit is de large. Ja. Zo, check dit verschil hé. Ja, maar die kleine is ook fijn om gewoon echt tussen de rubbers wat jij zei. En die grote voor echt je velgen dingetjes. Heel sick. Ja, nou in ieder geval, deze zijn nu ook te koop. Op Carver's Fuel. Je kan gewoon echt lekker bij je remschijf. Ja, je kan hier ook. Gewoon echt lekker inkwasten. Ik ben echt wel flabbergast. Ik had niet verwacht dat het zo mooi was. We waren er niet maar ook zo stevig. Ja, laat ik het anders zeggen. Wij hadden er niet zo vertrouwen in voordat we één doos hadden besteld. Ja. Wij dachten, een action kwast is hetzelfde. Ja. Maar dat is dus echt niet zo. Nou, alles uitpakken, op de voorraad toevoegen en controleren of alles klopt. Dat is ook belangrijk. Ja. Oké, jongens, we zijn echt al de hele dag bezig. En er lijkt geen einde aan te komen, want ondertussen blijven mensen doorbestellen. Het is niet normaal, we kunnen er bijna niet tegenop werken. Nee, echt. Het is echt niet normaal. Maar dat betekent wel dat we nog moeten eten en dat soort dingen. Dus ik ga even snel eten halen. Dus eventjes een broodje halen. Jij wil denk ik broodje grillworst of wat anders. Ja, lekker. Neem ik broodje kip. Dit is allemaal ingepakt en klaar en noem het maar op. Ondertussen ben ik bezig geweest met stickers, mailen, dat soort. Echt niet normaal. We hebben echt daagtekort. Dat merk je. Of als dit iedere dag is, dan neem je iemand in dienst, denk ik. Ja, dan kan dat zeker. Ja, als je dit iedere dag hebt. Dan kan dat zeker. Als je 100... We staan er nu nog steeds 31 open. Ja. En dat betekent niet dat je zo slow bent met inpakken. Nee, het komt steeds precies, bij. Juist. Ja. Dus als je ongeveer 100 orders per dag hebt, dan zou je dus iemand extra erbij in dienst kunnen komen. Dat zou echt sick zijn. Er komt er gewoon iemand bij in de vlog als derde persoon die dan in gaat pakken de hele dag. Maar ja, dat is nog zo lang niet zo vet. Het is gewoon toevallig dat we nu veel orders hebben. Ook heeft het te maken met het weer. Het is een beetje slecht weer geweest. Mensen gaan daarna weer poetsen en noem het maar op. En we hadden prachtige aanbiedingen online staan. Dus dan gaat het meestal hard. Dat zal niet iedere dag zo zijn. Maar als het gebeurt, wie weet, zeg nooit nooit. Het regent als een malle, maar ik heb wel twee lekkere broodjes. Ik kijk mijn broodje. Kan je even filmen? Wacht, film jij eens. Heb je wat geks gekregen? Wat geks? Filet American. Wat is dit dan? Huh? Hij heeft het voor mijn neus gemaakt, dat broodje grillworst. Nee, what the fuck is dit? Wat is dat dan? Dat is de kip. Ja. Voor mijn neus. En ik heb ook afgerekend voor twee broodjes. Nou. Wat is dit? Hij snijdt nog die plakjes van jou. Nee. Dat was een nieuwe, dus ik dacht nog uit te weinig op. Ja, een nieuwe. Ja. Ja, dan doet hij het fout. Maar zo fout is wel knap. Dit is wel heel knap. Maar dat betekent dus dat degene, want er stond iemand die filet heeft, die heeft nu een broodje. Die heeft nu een broodje.
Je dacht niet, wat voelt dit raar? Nee, ik kwam als een mal, het regende als een gek, dus ik dacht, ik kom weer als een mal hierheen. Nou, lekker. En hier staat weer het zilverpakket. Staat hier, hier staat het zilverpakket. Hier heeft iemand zijn eigen pakket samengesteld. En hier heb je dan weer iemand die ook iets moois heeft besteld. Ik heb het eventjes zo klaar neergelegd. Deze moeten alleen nog snuifjes ingepakt worden en daarna gaan we alles inladen. Zo ziet het er ongeveer uit. Ik moet proberen niet het adres te gaan filmen. Maar ja, dat zijn aardig wat orders. Holy moly. Wat blij ik met mijn auto ben. Kijk dan. Niet normaal. Laat echt 100 keer zien, maar ik hoop wel echt dat we trots zijn. Ja, het is gewoon veel en we zijn niet klaar, dat is het hele probleem. Ja. We moeten wel nu. Ja, deze hebben allemaal sowieso... Dit is van het weekend, ja. En deze hebben sowieso op tijd besteld. Dus deze hebben voor 6 uur besteld. En die hebben dus vandaag allemaal in huis. En als het nu komt, is het allemaal weer extra... Ja, extra van vandaag extra. En noem het maar op. Sick. Nou, we gaan weer. Oh! Close call, close call. We gaan weer eventjes boodschappen doen, want we zijn helemaal leeg op kantoor. Al best lang zijn we. Ja, we hebben al een week lang geen eten en geen drinken. Dus we moeten het maar hebben van broodjes van de slager en McDonald's en dat soort dingen. En dat gaat aardig in de centen lopen. Dus we gaan even boodschappen doen bij de Aldi of Lidl of weet ik wat van een goedkope winkel. En dan gaan we weer inkopen. Ah, lekker lekker lummer. Hij is nu leeg. Het zakje is hier vol. Let maar op. Bloempot. We hebben alleen de rode nodig. Ik ben pro in Jenga. Koen vindt dit lekker spul. Ja, nee. Al die boodschappen met Sven en Koen, dat is echt lekker graaien en gooien. Shit, ik bedenk me wat. We hebben een afspraak om 8 uur. Dat is over een weet ik niet. Een half uurtje denk ik. Nog half uurtje. Ja. En we hebben nog geen avond gegeten. Oké, denk snel en pak wat lekker is. Dus gewoon zo, van dit is lekker. En dan nog meer dingen. Wat echt gewoon, dat je denkt, oh, zoals koekje met een pak voor 6 man hoor. Ja, gewoon nee, maar dat is toch lekker? Ja, van die droge biscuitjes, dat je honger, dat je dorst krijgt. Jodenkoeken. Roze koeken. Andere koeken. Oh, deze zijn lekker. Oh, die, ja, die zijn, oh, of deze zijn ook lekker. Oh, die zijn ook lekker. Nou, hebben we genoeg. Ja, nu kunnen we wel vooruit. Wat is nog meer lekker? M&M's zijn lekker. Die zijn lekker, die zijn lekker. Chocola en zooi, die zijn lekker. Dat is altijd lekker. Was het een minuut gratis winkelen? Ben ik op tijd? Ik ben net op tijd. Godspunt. We willen allemaal een lekker gezond eten halen en alles is dicht. Snackbar dicht, kapsalon is ja, dicht. Alles is dicht. God. Dat is echt, echt kut. Man, werkt er niemand op maandag? Ja, blijkbaar. Waarom is alles dicht op maandag? Ja, omdat ze denken zondag en zaterdag open zijn, dan zijn ze dicht. Net als klachtwinkel maandag ook dicht. Vrijdag, zaterdag zijn ze open en zondag, maandag zijn ze dicht. Ja, precies. Goh, net als Tuning Osso. Die is ook dicht dan op maandag. Ja. Nou, wat moeten we eten dan? Ja, nou die milkshake van zijn dak. Wie gaat die koken van ons dan? Helemaal niemand. Och, lekker. We gaan Grieks halen. Ja, maar die is ook dicht. Goh, oh, nee. Jongen. Is die open? Ja, hij is wel open. Biefstukje, och. We hebben de afspraak gezet na woensdag. En wij gaan lekker eten nu. Dat is wel lekker. Dat is wel lekker met z'n tweeën. Kaasje erbij. Lekker. Godverdomme, kijken wat er nu. Oh nee. En we kregen net een andere tafel omdat daar kaarsvet lag. Kreeg die hele kaas. Oh nee. Shotje. Hebben we wel verdiend na zo'n dag. Het lekkerst. Lekker biefstukje. Eet smakelijk, noem. Makkelijk. Och, wat lekker. Welkom bij de foodvlog. Bij de foodvlog? Dat is wat anders. We hebben heerlijk gegeten. Ondertussen zitten we op onze Instagram. Ja. We hebben een nieuwe Instagram. Carwasforyou.nl. We hebben de naam even veranderd. Ja. En we gaan waarschijnlijk even wat meer actiever zijn op Instagram. Meer informatie. Want dat hebben we lang niet gedaan. Nee, zeker niet. Lang niet. Maar, dat is zonde, want we hebben bijna 10. We gaan ook winacties doen. Dat is helemaal lekker. Dus volg ons even dan op Instagram. Carwasforyou.nl. Ja. Het is nacht. Diep in de nacht zelfs. We hebben lekker gegeten zoals jullie hebben gezien. Daarna zijn we meteen naar kantoor gegaan. Meteen weer doorgewerkt. Pakket weer ingepakt. Noem het erop. Bla bla bla. Ik heb heel veel dingen afgesproken voor nieuwe content. Want YouTube gaat ook gewoon nog door. Het hoofdkanaal. Sven en Koen vlogs zijn gewoon de vlogs op dit. Ja, hoofdkanaalvideo's is wat lastiger. En daarin moeten heel veel dingen geregeld worden. En noem het maar op. Echt van alles en nog wat. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En daarvoor hebben we leuke toffe ideeën uitgekomen. We gaan tof content maken. Kijk, en hier staan allemaal pakketten. Jullie zien een beetje blurry. Maar dat heeft te maken dat jullie de pakketten niet konden gaan zien. Omdat er allemaal adres op staan. Kijk, is de hele voorraad is er weer bij. Tot het plafond gevuld. Hiervoor ook allemaal bijgevuld. Alles erop en eraan, velgenreiniger,
Of met wasje en wax. Goedenavond. Ondertussen is Koen bezig met de stickers. De laatste paar orders, ook veel sticker orders. Iedere dag, ja. Maar stickers laten wij niet zoveel zien, omdat dat is gewoon privé. Mensen voeren hun Instagram in, Snapchat, bepaalde teksten en dingetjes wat misschien privé is. Ja, ik snap dat je dat dan niet zomaar op YouTube wil zien, dat je Instagram daar staat. Sommigen vinden het leuk om veel volgers te krijgen en een ander zegt, hey, yo vriend, liever niet. Ik wil het gewoon om mijn fiets hebben en ik vind het gewoon leuk voor mijn dorp, maar niet dat iedereen mij gaat volgen. Ondertussen ben ik bezig hier met een prachtige bootvideo. Nou, deze bootvideo die komt een stuk later online dan deze vlog. Dus ik kan jullie niet te veel laten zien. Ik kan je wel even kleine drone shotjes en dingetjes laten zien. Maar daar ben ik nu mee bezig. En dan is het straks alweer tijd om naar huis te gaan en lekker te gaan slapen. En morgen weer een dag. Kijk eens wat een plaatje dit is, jongens. Wat een troep het was. En kijk hoe mooi en clean hoe het er nu uitziet. Ik ben dus bezig met die video editen. Het is nu bij over 1 is het al. En ik druk op Ctrl-W. Ik heb nog nooit op gedrukt. Echt nog nooit. Wat houdt Ctrl-W in? Blijkbaar verwijder je dan je timeline. En je timeline is hetgene waar je dus in edit. Dat is je letterlijk je lijn waar je dus in edit en knipt en doet. Daar zit al je tijd eigenlijk in. Druk op Ctrl-W, verwijder je alles dus. Normaal doe je dus Ctrl-Z en dan komt het weer terug. Maar met Ctrl-W verwijder je dus de complete timeline. Dus niet alleen hetgene wat je geëdit hebt, maar ook het hele layout. En dat zit in het programma zelf. Dan werkt Ctrl-Z niet. Gelukkig stond er een filmpje op YouTube die ik snel heb kunnen vinden, waarin iemand uitlegde hoe ik dat terugkreeg. De 90, hè? Ja. Even één dagje. Bijna alles uitverkocht. Ja, nu nog steeds bestellen mensen, hè, om deze tijd. Ik ga even de voorraad checken en even aanpassen dat niet in de nacht iedereen alles opbestelt en dat wij een probleem hebben. Maar er komt weer nieuwe voorraad aan, jongens, want ik heb alweer gefixt dat er weer wat bij komt. Fixed. Oftewel, ik heb weer betaald. Och, alweer, dat is altijd leuk. Ja. Facturen betalen is meestal niet zo leuk, maar als je het verkoopt, dan is het wel weer leuk. En als je het binnenkrijgt, dan is het ook weer leuk. Ja, en dan kan je het weer uitpakken en weet ik wat. Het is de hele tijd, het gaat elke keer rond. Je koopt in, je verkoopt het weer, je koopt in en dan komt er steeds een beetje geld bij. Want je geeft er niks aantal bedrag uit, bijvoorbeeld 100 euro geef je uit, maak je 110 van, voor 110 koop je weer in, maak je 130 van, voor 130 koop je weer in, maak je 105 en zo door. En dat zo werkt het eigenlijk. Dat is eigenlijk de manier van handel. Er zijn ook mensen die lenen geld van de bank, daar zijn wij niet van, maar er zijn mensen die dat doen. Lekker uit eigen zakken. Ja, alles. Nee, nul. Maar dat is een techniek van ons. Ja. Iedereen heeft zijn eigen techniek, er zijn ook mensen die nemen dan een lening en dan ja, heb je kans op risico. Maar wij hebben het, altijd. Wij hebben het geluk dat we een YouTube kanaal hebben en dat wel goed loopt en dat we daar redelijk wat geld mee verdienen, waardoor we dus kunnen investeren en wij willen geen geld op onze bank hebben en dan een ja, we kunnen een dikke wagen kopen, kan, maar dat is zonde. Wat wij inkopen was een dikke wagen. Dat zijn er een paar, ja. Maar dat verkoop je dan weer en dan kan je er nog dikkere kopen. Precies. En dat is precies wat ik zei met die 100 euro. Het blijft maar doorgaan. Ja, en zolang je dat maar door blijft gaan en dan gaat het alsmaar meer. Steeds maar beter. En voordat je het weet. Ik bedoel bijna ruimte tekort, joh. Ja, en voordat je het weet heb je een nieuwe locatie nodig. Ja. Voordat je het weet kan iemand anders voor je inpakken, iemand loon betalen. Ja. En geloof me, als iemand ja, ook nog is en verder als iemand bij ons komt werken, die heeft twee hele leuke bazen, denk zo, ik. Die, want echt, we gaan lekker eten. We zorgen dat het goed om lekkere keurswagen. Ja, echt. Want ik wil echt als iemand in dienst komt, dat hij dan echt die moet niet, gelukkig net als is. Wat wij hebben meegemaakt, voor een baas gewerkt. Ja. Vreselijk. Ja, wij hebben echt, dat weten misschien sommige mensen niet, maar we hebben echt lang voor een baas gewerkt. Ja. En daarom zijn we eigen onderneming begonnen, omdat wij ongelukkig, huilend in bed lagen. Dat is echt zo, dat is echt geen grap. Nee. We waren echt lagen huilend in bed van, nee, ik wil niet meer naar mijn werk en bla bla. Maar je moet geld verdienen in het leven, dat hoort erbij. Je kan niet zeggen van nou, dan ga ik helemaal niks doen, neem ik een uitkering. Dat, die insteek hebben we niet. En die dat hebben kan, we nooit maar dat hebben we niet. Nee, en dat krijgen we ook niet mee van onze ouders. Vinden onze ouders niet. Je wil je ouders trots maken. En daarom zijn we zeg maar op onszelf begonnen. Ooit met YouTube. En dat verdiende een beetje geld. En zo is dat door. Dachten wij, webshopjes erbij. Webshopje, ja. We nemen kantoortje. We nemen kantoortje. En dat volgens, hè? Ja, dat volgens allemaal. Dat is wel vet op het kanaal. Volgen, ja. Jongens, het was een bijzondere vlog voor ons. Een bijzondere dag. Want we hebben een record omzet gehaald. En dan nemen jullie helemaal in. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.